Uh, hallo, dit is een uh, kort filmpje over paragraaf 3.2. Dat je nog kan helpen bij de PO-opdracht. Uh, of nou, kan misschien later ook weer helpen bij het leren. Uh, het gaat over para paragraaf 3.2. Zoals je hier op de uh, afbeelding ook al ziet: gaat het over ontdekkingsreizen. En je ziet hier ook op de afbeelding uh, mensen die uh, een, uh, een symbool van het christendom. Uh, Omhoog doen en dat, ja, dat, daar, daar gaat het ook onder andere over, zo meteen over de verspreiding van het christendom. Um, nou, want de Europeanen die beginnen dus met uitvaren, want in de 14e, 15e en 16e eeuw gingen veel Europeanen de wereldzeeën bevaren en dan richting Amerika, Afrika en Azië bijvoorbeeld. Um, dus uh, ja, die, die kanten ging, ging men op en die waren He, Azië was al wel, wel bekend, en bijvoorbeeld Amerika is echt toen in die tijd uh, ontdekt. Afrika was toen natuurlijk ook al uh, bekend. Uh, maar he, die ontdekkingsreizen die, die daarheen gingen, en die Europeanen die wereldzeeën gaan bevaren, waarom gaan die mensen dat nou juist in die 14e, 15e en 16e eeuw doen? Dan met name 15e en 16e eeuw, ook al 14e Um, en er zijn verschillende oorzaken voor. En dan zijn er eigenlijk drie belangrijke oorzaken die er valt te identificeren. De eerste oorzaak is dat een van de belangrijkste oorzaken was dat uh, handelsroutes via het Aziatische land minder toegankelijk werden. En dat was het gevolg van een ineenstorting van het Mongoolse Rijk. En dat zie je dus ook bijvoorbeeld hier op die kaart. Zie je, dit was waar, wat het Mongoolse Rijk ook besloeg, onder andere. En je ziet die rode lijn. Dat is de zijderoute, wordt die ook wel genoemd. En handel vanuit China kon op die manier over het platteland, bijvoorbeeld helemaal vanuit China, over het platteland richting het Midden-Oosten en Europa komen. En die zijderoute was super belangrijk voor de handel. En doordat het grote uh, Mongoolse Rijk zo groot was en machtig, was handel daar ook heel goed in te doen. Eigenlijk net als in het Romeinse Rijk. Dat noemen we ook wel Pax Mongolica. En dat betekent dus hè, de Mongoolse vrede, dus eigenlijk, net als eigenlijk die Pax Romana, die Romeinse vrede. En die zorgt dus voor dat er dus goed gehandeld kan worden via die zijderoute. Alleen eind 13e eeuw begint dat Mongoolse Rijk uiteen te vallen en werd handel via deze route lastig. En er waren ook andere dingen, zoals de pestepidemie, die, die, die een heel groot gedeelte van Europa en, en Azië. Uh, Uitroeide eigenlijk en uh, de bevolking daarvan. En de Ottomaanse belastingen werden steeds hoger, waardoor dat uh, handelen over land ook lastiger werd. En dus dat handelen over land wordt moeilijker. En een tweede oorzaak is dat het technologisch gezien makkelijker wordt. Om over zee te varen en veilig terug te keren. Dat was eerst nog veel lastiger. Dat wordt steeds uh, makkelijker. Want schepen worden aan het eind van de middeleeuwen steeds beter gebouwd. En die zijn dus vaak dan sneller, wendbaarder en zeewaardiger. Op de afbeelding zie je zo'n uh, schip. En er waren ook betere instrumenten. Er kwamen er beschikbaar. Waar men dus in aanraking kwam via die Arabische wereld. En één daarvan is wat zoals we hier zien. Is het eerste kompas dat je hier ziet uit China. En bijvoorbeeld zo'n instrument als een kompas was natuurlijk super belangrijk. Voor het varen op zee. En uh, de derde oorzaak is eigenlijk dat christelijke vorsten. Die willen andere, hebben uh, de wil zeg maar, om andere volken te gaan bekeren. En uh, nou, hier op die afbeelding zie je dus ook indianen. En zie je bijvoorbeeld ontdekkingsreizigers. En er wordt ook weer een kruis omhoog gehouden. Dat geeft ook weer aan, die christelijke expansie was enorm belangrijk. Um, en priesters gingen dus ook mee op schepen om dus andere volken te gaan bekeren. Um, en verder waren dus op die schepen, die schepen ging, bestonden ook voor een groot gedeelte uit armen, die dus dan weer meegingen naar uh, onbekende gebieden, omdat ze hoopten dat ze daar een beter leven voor zichzelf zouden kunnen opbouwen. Maar dus de derde oorzaak is dus die wil van christelijke vorsten om, het christen, om, om andere volken te gaan bekeren die dus niet-christelijk zijn. En dat zie je in deze, tab, of, de, uh, deze afbeelding, zie je dat eigenlijk mooi. Je ziet de oorzaak, de Bouwzeewaardige schepen. Nou, kompas en uh, dingen horen daar natuurlijk ook bij. Handelsroute tussen Europa en Azië, minder aantrekkelijk. Dat is die handelsroute over land. Zijderoute onder andere. En missie Volk bekeerd tot christendom. Nou, en hier zie je dus, die handelsroute valt weer uiteen in. Mogolse Rijk valt uit één Pestuitbraak, waar ik net al had. En hogere belastingen op de Maatschappij. Dus dit is een mooie samenvatting van wat we eigenlijk net hebben besproken. En. Wat men dus ontdekt op die ontdekkingsreis is, is dus eigenlijk de wereld was groter en anders dan gedacht. De wereld zag er namelijk anders uit dan mensen voorheen hadden gedacht. Eh, want mensen kwamen in aanraking met nieuwe dingen. En dat leidt ook tot een verandering van het, eh, van het wereldbeeld, omdat je dus in één keer met allemaal nieuwe dingen die je had niet dat verwacht, verwacht in aanraking komt. Um, en dat, die nieuwe wereld die wordt vaak ook dus van, eh, die wordt vanuit je eigen perspectief. Bekeken, je eigen standplaatsgebondenheid, geschiedenisbegrip. En andere volken, die leken vanuit dat uh, perspectief vaak vanuit de Europese kant dan minder verontwikkeld. He, die leken dan vaak, veel van die Europese uh, ontdekkingsreizigers zagen hen dus ook als re relatief primitief eigenlijk. En daarom gingen ze ze ook bijvoorbeeld het bijbrengen van christendom, een soort van, uh, ja, Cultuur bijbrengen, zou je, zou je kunnen zeggen. Of uh, beschaving bijbrengen. Maar goed. Tussen zo so zag dus een, een hele grote groep zag het. Maar er, was ook er kwam ook steeds weer een beweging die het ook wel opnam voor het lot van die Indianen. En ze meer gelijkstelde ook aan de Europeanen. Maar de grootste groep was. die bekeken het meer vanuit eigen perspectief. en zagen de Indianen dus dan vaak als primitief. Nou, wat waren nou gevolgen van die ongezonde on 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 reizen? Er zijn eigenlijk. Vier belangrijke gevolgen die je kan onderscheiden. Er zijn er natuurlijk nog meer, maar dit zijn even vier als gevolgen die als belangrijk worden bestempeld. Ten eerste verspreidt dat christendom zich over de hele wereld. Dat hebben we het net eigenlijk ook al kort over gehad. Dat het christendom werd dus verspreid in allerlei verschillende landen waar het nog niet was. En daardoor is het nu, vandaag de dag, nog een van de grote wereldreligies. Ten tweede ontstaat er dus een wereldeconomie. Waarbij op groot schaal producten uit verschillende werelddelen uh, werden uitgewisseld. Nou, dat zie je bijvoorbeeld hier, hieronder. Het gaat over de Colombian Exchange. En dan zie je dus die uitwisseling van producten onder andere. En je ziet hier dus allerlei producten uh, die worden uitgewisseld vanuit bijvoorbeeld Amerika naar Europa en andersom. Uh, nou ja, en. en ook onderdeel van die Columbium Exchange was onder andere bijvoorbeeld dat de Europeanen heel veel ziekte meebrachten. Uh, en dat is eigenlijk het derde gevolg. Want heel van die ziekte... die de Indianen waar die geen uh, uh, ja, immuunsysteem, et cetera, die, die waren niet bekend met die ziektes. Dus die waren daar heel dodelijk. En dat heeft als gevolg dat heel veel van die Koninkrijken eigenlijk helemaal zijn verdwenen, omdat gewoon zo'n groot gedeelte van die bevolking is uitgegroeid, onder andere door agressie vanuit uh, Europese volken, maar ook vanuit, door, gewoon door ziekte. En dat vierde gevolg, daar gaan we het later nog uitgebreid in een uh, paragraaf die nog gaat komen, het over hebben, dat is de verplaatsing van grote hoeveelheden Afrikaan naar Amerika. En dat zie je hierboven, en dat, dat noemen we ook wel driehoekshandel, dus slaven gaan, worden vanuit... Afrika naar Amerika gebracht om plantages te brengen. Vervolgens worden dus koloniale waarden, waren van die plantages naar Europa gebracht. En nijverheidsproducten worden naar Afrika gebracht om slaven mee te kunnen kopen. En dat is dan de driehoekshandel. Maar dat belangrijke vierde gevolg is die verplaatsing van grote hoeveelheden Afrikanen naar, naar Amerika. Dus dat zijn eigenlijk vier hele belangrijke gevolgen van die ontdekkingsreizen.